Marianne besloot de villa te verkopen. De bezorgdheid was te groot en ze kon de bedreigingen niet langer verdragen. Dit deelde ze op haar persoonlijke pagina. Ik heb besloten het huis te verkopen na alles wat hier is gebeurd. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Ik voel me ook niet meer op mijn gemak. Met de verkoop van de villa heeft Marianne ook daar veel herinneringen vaarwel gezegd. De villa is haar trots en heeft ook veel herinneringen van tv-kijkers. Veel mensen sympathiseerden met haar. Ze leken behoorlijk spijtig, maar dit was een begrijpelijke actie. Het is een trieste beslissing om te willen achterlaten wat je op deze manier hebt opgebouwd. Hoop dat het snel verkocht wordt. Er zijn veel mensen die opzettelijk jaloers zijn op anderen. Maar Marianne lijkt oké, want ze is een lief persoon. En dan naar Nederland? Volgens mij kun je daar niets meer kopen, toch? Wat een moeilijke beslissing, veel succes en ik hoop dat je een fijn huis vindt. Het is verschrikkelijk dat het zo is gelopen.